Nou ben ik voor Passion for Power al bij heel wat bedrijven geweest, maar zelf rij ik een Volvo. We zijn binnen. Even kijken in deze snoepwinkel. Ik vind dit toch wel echt een hele mooie auto hoor. De nieuwe Volvo V90. Moet je nou kijken wat een waanzinnig ding. Ik zal de buitenkant eens laten zien. Ik ben namelijk bij autobedrijf Vos, een officieel Volvo dealer. En ik ga hier in gesprek met de monteurs die hier werken om te vragen hoe is het om hier te werken? Hoe is het om altijd maar te moeten blijven leren? Vragen genoeg, daar is de werkplaats. Ik ben Zat Bommel bij autobedrijf Vos. Staan als Rini. Jij bent de leermeester, hè? Ik ben ook de leermeester, al jarenlang. Al jarenlang? Heel veel zien komen en gaan. Heel veel zien komen en heel veel zien gaan, ja. En het valt niet mee om aan monteurs te komen. Dat is eigenlijk goed nieuws voor de kijkers. Want dat betekent dat als zij nu beginnen met die opleiding, over een paar jaar zijn ze een hoop waard. Dan hebben ze altijd werk. Een goede monteur, die kan elke dag werken. Hey, welke? Je hebt hier een paar monteurs aan het werk nu. Ja. Achterin staat er één, daar. Dat is Bas. Dag Bas. Maak dit filmpje voor jongens en meisjes die twijfelen of het vak als monteur iets voor ze is. Hoe weet je nou of dat het juiste vak is voor je? Wat heb je nodig? Je moet ouds leuk vinden, techniek leuk vinden en verantwoordelijk voelen. Ja, jij voldoet aan alle drie die criteria, anders stond je hier niet. Jij hebt een opleiding gevolgd hiervoor? MBO niveau 4. Ja. Is dat nou een beetje te combineren met je privéleven, zo'n opleiding? Goed te doen. Ja? Ik heb gewoon 4 dagen school gedaan en 1 dag stage. Dus dan heb je nog genoeg vrije tijd s'avonds om leuke dingen te doen. En die lopen daar, zijn dat ook nog monteurs? Ja, dat is Dave. Dat is Dun Dave, hoor ik. Hoe lang ben jij nu in opleiding? 1,5 jaar. Valt het? Ja, ik ben vermaakt me goed. Zeker hier. Zeker hier? Wat is hier zo leuk dan? Ja, goede collega's, het werk is gewoon leuk. En, waar komt bij jou die passie vandaan? Ja, door mijn vader. Mijn vader heeft ook een garage en die heeft een hart voor het vak en ik vind het leuk om te doen. Is die passie essentieel om goede monteur te worden? Je moet wel willen leren, anders komt het niet goed. Dag Michael. Je zoekt nog collega's hoor ik. Ik zoek nog collega's. Wat voor een type moet je nou zijn om hier succesvol te kunnen werken? Je moet echt het klantencontact heel leuk vinden. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Het is niet zozeer de technische achtergrond, dat is te leren. Maar vooral het omgaan met mensen, zeg maar. Zo, het zit er weer op, mannen. Ja, het zit er weer op, inderdaad. Hey, dit is het einde van je dag, maar hoe begint nou zo'n dag? Hoe ziet zo'n hele dag eruit? Wij gaan om 8 uur open. En de eerste klanten die komen dan ook een auto brengen. Een stukje meer rijden misschien met de klant. Dat doen jullie ook, samen even instappen, even samen rondje rijden. Dat is heel erg belangrijk. Een klant kan wel zeggen van, hey, ik heb een piepje of een rammeltje. Maar we horen misschien een piepje of een rammeltje die klant helemaal niet bedoelt. Net een ander rammeltje. Ja, en dan komt die klant en die zegt dan, ja, maar mijn piepje of mijn rammeltje is niet opgelost. Dan zijn die monteurs in spe natuurlijk ook benieuwd. Verdient het nou nog een beetje? Ja, ik ga gewoon voor alle diploma's die hier te halen zijn. Diagnosespecialist, hybride technicus. Dan is daar een aardig centje in te verdienen. En als je straks monteur bent en je hebt wat diploma's, ja, dan kom je eigenlijk altijd wel aan het werk, toch? Ja, niet alleen wij natuurlijk, andere bedrijven ook. Die zijn naar zich op zoek naar goede monteurs die willen leren. Daar liggen kansen, absoluut. Daar ben ik voor overtuigd.